Men in Black. Men in Black, juist. Die Virgo's zonder controle houden. Sommigen die lijken alsof ze als kloontje hier rondlopen, maar ze worden onderdrukt. Te veel aan het nadenken. Dat je voelt iets, voel het gewoon. Waarom daar weer over nadenken? Ga je alleen maar vragen krijgen waar je nog meer vragen op gaat krijgen. Je moet gewoon bij je gevoel blijven. Dan ga je snappen dat dingen gewoon zijn, voor wat ze zijn. En dan heb je allemaal geen antwoorden nodig. Dan maakt het helemaal niet uit of het de leugen of de waarheid is. Leuk dat het de waarheid is, maar het is niet waar jij naar op zoek bent. Ze gebruiken de waarheid om iets voor jou te verstoppen. Dat voel je. Dus is het niet de waarheid, ook al is het de waarheid. Is het gewoon niet waar jij naar op zoek bent. Iedereen gaat wakker worden uit deze matrix. En pas als je wakker bent, kunnen ze je proberen te vangen om de nieuwe in te gooien. Als je dat niet doet, zo hebben een heleboel, die hebben de handdoeken in de ring gegooid en die zitten volop in de nieuwe matrix nu. Een heleboel die gaan niet wakker worden, want ze hebben helemaal niks gedaan. Ik heb 21ste toen, hè. Hele programmering losgelaten en niet zelf geprogrammeerd. Ja, iedereen die een beetje naar mijn frequenties, vibraties, daarmee kan resoneren, die kan vrijbreken uit de matrix waar ze in zitten. Maar als je echt gierig bent voor het gras, is groen, man. Gierig ben voor geld. Ik kan jou niet weerhouden om niet voor mij te kiezen, maar voor die nieuwe matrix te kiezen. Wel, de storm die gaat bijna liggen. En dan heb je een paar mensen die vrij zijn. Die kunnen manifesteren. En die hoeven niet in cirkeltjes met alle energie in mij. Ja, dus dat is daar waar jullie met z'n allen over praten in december. Of ik praat er gewoon 3 maanden eerder al over, of ik praat er 3 maanden later over. En het doet er meer toe als wanneer jullie met z'n allen ermee bezig waren. Zelfs toen het in de lucht hing, jullie daardoor versterkt en ook bij jullie kwam. Maar daar kunnen jullie er niks mee doen. Moet je weer wachten tot iemand je vertelt hoe je het wel moet doen, wat je er wel mee kan. Hoe je er wel naar moet kijken. Ja, kan je ook gewoon iemand anders volgen, hè? Die alles kopieert van mij. Die doet overal 3 maanden over. 3 volle maanden. Van perceptie naar perceptie. Ja, het is gewoon, als de matrix breekt, zit je dan met al je schuldgevoelens en schaamtes. Want iedereen die ziet alles. Ondertussen is de wereld aan het verdwijnen. Die tilt van de aarde is zometeen niet meer wat in die 21, maar gewoon op die 45. En de Antarctica smelt. Daardoor komt er beweging in bepaalde platen. Daardoor gaat bepaald land weer omhoog komen. Omdat bepaald water weer terug gaat naar de plek waar het hoort. Een heleboel water zit er gewoon in tunnels. Omdat het anders zou verdampen. Maar dit gaat echt naar. Ja, iemand heeft zich vast laten houden omdat ze bedreigd hadden dat ze mij gingen vermoorden ofzo. Maar ik ben beveiligd op elk niveau, dus je bent jezelf alleen maar aan het misleiden. Ja, dus omdat ze je niet bang konden krijgen, gingen ze je met iets anders bedreigen. Dus het is net alsof Andy bedreigd wordt door mijn echte vader. Ja,
Ja, als mensen maar mietjes zijn en niet voor zichzelf opkomen, kunnen ze ook niet voor anderen opkomen. Zijn we bij hetzelfde probleem hoe alles begon. Laten ze weer door hun angsten zichzelf tegenhouden. Terwijl voor hoe groot dit is, hoeft alleen maar in het nieuws te komen. Is het allemaal klaar. Je hoeft alleen maar een echte journalist mee bezig te zijn en het is klaar. Nou ja, eerst moet je je bewust zijn, verruimen, daarna moet je je zintuigen stimuleren en die cirkeltjes en anders ga je niks in. Soms moet je een vuurtje gooien bij de olie. Is iedereen bang voor licht? Raken ze gewend aan licht? Maak je er vuur van? Zijn ze niet meer bang voor je vuur? En dan branden ze zich overal aan. Nee, ondertussen is het maar als iedereen maar met de elementen bezig is. Ik alleen maar de eten nodig heb. En de rest is slechts vervorming van hallucinaties, fata morgana's. Want mensen plaatsen toch alleen maar dingen in droomwolkies. Want ze kijken naar mijn plaatje. Ze kijken naar mijn praatje. Zijn zelf daadjes aan het inkleuren. Ja, dat doen ze overal toch. Ze geloven mensen hele verhalen omdat ze door een winkel heen liepen. Nou, daarna een plaatje in beeld, hè. Ze liepen niet door die winkel. Ze hebben die hele winkel nooit gezien. Dus mensen gaan vanzelf zien waar de rode vlagjes hangen. Dat ze gewoon mensen aan het bedreigen zijn. Chanteren wat voorbij blackmail gaat. Zeg gewoon bedreigen. En ondertussen maar doen alsof anderen aan het bedreigen. Kijk naar Fidel, hoe die overal een draai aangeeft. Maar Fidel werkt ook voor mij. Snappen jullie ook niet, maakt niet uit. Is ook iets waar jullie later achter moeten komen. En dat is met alles wat bij voor iets aan het werk is. Sommige keeltjes hebben geen idee, want ze zijn zo zwak, zo nep. Dat als de echte keeltjes hiervan te horen krijgen, dat ze gewoon mensen een straf komen geven. Dit is sowieso allemaal voorbedachte raden. Zwaar georganiseerde misdaad. Bros before hoes. Maar geld of bros, dat is weer wat anders. Uiteindelijk hebben mensen dus gewoon mij met de dood bedreigd. Naar anderen toe ook. Nou, heb God ook gehoord. God ook gezien. Daarmee is OM en het justitie is zichzelf steeds belachelijker aan het maken. Gaat daar ook echt mensen een straf gaan? Mensen gaan een straf krijgen. Hoe langer het duurt, hoe meer er aan het licht komt. Hoe meer verwarring er wegraakt. Dus net als het zien dat ik 5-6 tattoos meer heb. Net als dat ik aan het genieten ben op een jetski. Zeg ik dat goed, eentje die je drukt en dan kan je onder water. Zijn er steeds meer dingen. Als je zegt als je de tijdmachine naar het verleden kan, met dezelfde manieren kan je naar de toekomst toe. Je moet alleen niet te veel over dingen praten, want ze veranderen alles. Nou, sommige dingen kunnen ze toch niet veranderen. Ze kunnen alleen maar tijd stelen. Het is echt alsof je gewoon het organische wezen hier op rondlopen en de rest is artificial intelligence. Of loopt hier echt alleen nog maar als mens rond? Dus niet als dat solar energetisch wezen. En weten ze precies wie die solar energetische wezens zijn. En die worden leeggezogen alsof het adrenochroom is.
Er zit iedereen weer met... Zometeen is het in ieder geval wij tegen de rest van de wereld. En ja, hoe een ander heel de ziende kijken en zo, gaat een beetje een boost krijgen. Want de chakra abilities hebben niks meer te maken met de zeven. Of dit is gewoon supernatural wat er al. Mensen willen dingen tegenhouden, zijn echt alleen maar alles erger aan het maken. Het programma De Mensen in Slaap is het programma wat mij wakker maakt. En is het echt, als je de focus niet naar anderen neerlegt, maar de focus op jezelf houdt, dan weet het universum tenminste ook waar de focus heen moet. En dan heb ik heel de tijd expres. Hele de energie niet in mezelf gestopt, maar naar andere mensen gegeven. En heb ik nog steeds het idee dat dat wel iets doet. Maar ondertussen zijn de bedreigingen aan het doorgaan, want wordt gewoon alles in iedereen. Als het niet betaald is, niet een zwijgplichtje hebt moeten tekenen, misleid of verleid, dan worden ze zwaar bedreigd om bij mij weg te blijven, zodat op internet het gekopieerd door kan blijven gaan. Want de overheid wil mijn destiny hebben, want Ian was niet van plan om weg te gaan. Ian was elke keer maar het vangnet aan het aanwijzen voor wat bezig is. Dus ook hoe nep gewoon COVID is. Daardoor dus ook gewoon hoe nep alle regels zijn. Want iedereen die zich niet aan de regels houdt, richting demo en zo, dat zijn ook de mensen die geen COVID krijgen. Dus hebben die regels hebben allemaal geen nut. Moet iedereen het alleen maar zichzelf warm houden zonder agressief te worden. En daar waar je wel last hebt, adem je wel door een stofje heen. Zodat je die koude lucht aan het opwarmen bent met de lucht die in jou zit. Net als dat je onder een deken lekker warm ligt. Ben je op die manier maar het verspreiden van het virus met handen, wassen, weet ik al die gekte. Dat is gewoon allemaal onzin. En dan heb je het gewoon te maken met radiatiestraling. Dus is het niet een windkou of zo, maar zijn het magnetische kouwen. Omdat nou eenmaal... Ja, we zijn elke keer de waterstand aan het verlagen. Dus daar waar water, geen water zit, gaat nou lucht erin of zo. Zitten we sowieso onder zeespiegel. Dus is het die kou wat gewoon op ons gedrukt wordt ook. Maar Drip Dead Eyes. Liedje van Madonna, Quero of zo. Maar weet ik ook gewoon hoe ver ik dat ik echt gewoon beschermd ben, weet ik echt gewoon. Ik moet zelf geen domme dingen doen. Ik moet geen... Uiteindelijk is het ook gewoon, als je iets nieuws hebt, moet je het vasthouden. En heb ik echt het idee, er gaat vanzelf iets bij iemands hart komen en dan gaan ze toch gewoon praten. Dus iedereen die denkt dat ze al gewonnen hebben of zo. Nou, Sandra zal ook al gedacht hebben dat ze gewoon lekker in veilig in Zweden daar. Chris is ook al een jaar aan het genieten. Familie heeft niks te zeggen, dus die, het gaat goed of zo. En weet ik dat ik uiteindelijk alles nieuw krijg. Kon ik het nieuwe zijn voor iemand, wouden ze niet. Krijg ik al wat nieuws. Waar sommige mensen alleen niet samenwerken omdat ze wisten dat hun Bassie waren en ik Adriaan. Dus zitten ze liever als een clown naast allemaal mensen die in het vlees nergens wat van snappen en allemaal domme vragen aan het stellen zijn. Ik heb Bassie zogenaamd doen alsof hij slim is. En draait alles alleen maar om seks. Dus
komen ze niet bij de spirituele verlichting, omdat ze daar gewoon niet zijn. Zijn ze slimmer? Zijn slimmer, want ze hebben bepaalde dingen meegemaakt. Dus maakt mij niet uit welk wapen ze opgooien. En met sommigen heb ik gewoon geen zin om een dialoog aan te gaan. Dat heeft niks te maken met dat ik bang ben of zo. Ik sta zelfs weg te lachen onder de douche. Weet ik niet hoor, als stel maar de ramen in kind kunnen naar binnen komen en elkaar te slopen. Of ik dan dat ook allemaal lachend aan het doen ben. Daar ga ik niet achter iets aan rennen of zo. Iets volgen. Ik ben geen volger. Ja, als mensen helemaal met de baas seks gaan hebben en hun baas ze dus ook elke keer aan het helpen is als een slang. Als een slang een ratje onder hun aan het beschermen is. Dus ja, kunnen dingen maar door en door blijven gaan. Gaat mijn isolatie, gaat ook alleen maar langer door. Beginnen de mensen die omheen als Scooby-Doo en maar aan het roddelen zijn steeds meer macht te krijgen. En ook denken dat het steeds bonter en gekker. Dat ze ook gewoon scheid hebben aan undercover, leger, het hele rijtje wat mee kan kijken om ook gewoon aan de deur te komen. Terwijl het is al klaar. April gaat alles ingeleverd en wie het eerder wil, die krijgt het eerder. Weet ik gewoon wat er niet alleen allemaal al gestolen is, ook gewoon wat me ontnomen wordt en wat maar gestopt wordt. En dat het nu gewoon helemaal kapot gemaakt is. Allemaal omdat ze gierig waren en niet los konden laten. Na een tijdje denken mensen dat ze straat zijn of zo, maar wat is straat dan? Je bent niet die topcrimineel of zo. Je bent ook niet die wolf. Je bent nog steeds als schaapje met masker aan het rondlopen. Want je wilt aan 95% van het publiek wil je verkopen dat je geweldig middenklasse bijna bent. Kijk mij geweldig zitten in een koophuis, want ik ben een harde werker. Kijk mij met mijn leuke baan. Maar dat is niet hoe je je geld verdient. Dus wie is die ghetto? Dus uiteindelijk pakt het zich geleidelijk allemaal wel op. En gaan mensen vanzelf doorhebben dat het groter is als waar mensen zich kunnen realiseren. En daar ook niet meer uit kunnen ontsnappen. Mensen hebben genoeg waarschuwingen gehad. En zijn er gewoon mensen expres alles aan het blokkeren en aan het stuk maken. Net als van Sandra, is echt alleen maar karma geweest in mijn leven. Ik zag een video van Simon op YouTube. Nog bij Talo in het huis. Lang aan. Leg gewoon van over hier en tot op mijn schouders. Sommige mensen maken hier gewoon kaal. Dus dat zijn mensen die alleen maar hoofdpijn kunnen geven. Alleen maar ongeluk brengen. Nou, zodra je dat wegzet... zie je dat het geluk weer aan het toenemen is. Maar ja, mensen willen ook gewoon niet hun verantwoordelijkheid nemen. Niet de schuld op zich nemen voor het kwaad wat ze aangedaan hebben. De smerigheid, het liegen, maar ook vooral het stelen. Dus echt alleen maar energie manipuleren... illusies, gordijnen ophangen. Een heleboel. Heb je hiermee te maken. En ik heb het gewoon allemaal opgenoemd wat hierbij hoort. En dat er dan meer bij hoort waar ik geen weet van heb. Dat is politie een probleem en niet meer mijn probleem. Uiteindelijk zijn zelfs vrienden waren gewoon frenemies. Me niet helpen, maar stiekem ook aan het gooien. Ook mijn naam aan het vervuilen. Uiteindelijk zijn mensen ook alleen maar bang om gewoon eerlijk te zijn. Raak steeds verder weg. Zijn er gewoon mensen die zijn van Breezer sletje opgegraden naar
En ik wil, nou doen ze het voor wiet of voor cocaïne of zo, seks met iedereen hebben. Hebben ze gewoon een hele prostitutiering, bij wijze van spreken, die ze in kunnen zetten. En ook inzetten. Net als dat ze drugs gebruiken en uitdelen. En weet ik echt gewoon, zodra dingen gaan beginnen, hoeven mensen niet als spuitelfjes er ook omheen te komen hangen. Omdat één iemand de mond open heeft getrokken, dat ze zich nu veilig voelen om ook... Zijn er met een heleboel mensen dat we zoveel grenzen over zijn, dat het echt een keer 10 is wat ze mogen teruggeven. Sommigen die kunnen niet eens 1 keer teruggeven. Dus dat gaat ook gewoon via justitie en... Met boetes en weet ik veel hoe jij mij terug gaat betalen, maar de overheid die laat dit ook nog een jaar langer doorgaan. Een heleboel mensen zijn gewoon gebrainwashed. En weet ik gewoon dat ik alles en iedereen heb bewezen dat ze aan het liegen waren, fout zaten. En mensen vinden de waarheid lastig. En alles komt ten einde, dus overal komen ook nieuwe beginners. Uiteindelijk zijn situaties herkennen om te zien wat er aankomt, is niet zo heel moeilijk. Dat je gewoon niet alles meer aan iedereen kan vertellen, want alles is leuk om te kopiëren. Dus dan ga jij ook maar doen alsof je weet wat er aankomt dan. Is het voor jou gewoon een verrassing? Het is heel moeilijk om nee te zeggen als je iets niet wil. Gewoon ook, niet, ook gewoon weten dat het niet goed voor je is. En dat familie hier ermee te maken had. Neven ook gewoon.